President Chandrika Prasad Santokhi zegt dat de COVID-19-pandemie een enorme uitdaging voor de regering is. Volgens hem gaat het aan de ene kant om het garanderen van het voortbestaan van de samenleving en anderzijds om het garanderen van zekerheden voor productie en ontwikkeling. De president wijst erop dat de pandemie snel aan het uitbreiden is in ons land. Dit baseert hij op de landelijke stijging van positieve gevallen die waargenomen is in Marowijne, Sipaliwini, Paramaribo, Wanica en Para. Santokhi benadrukt dat de besmettingen plaatsvinden op plekken waar er veel mensen bij elkaar komen. We zien thans een uitgroei naar het zuiden van Paramaribo, grenzend aan Wanica. Als we de cijfers en de uitwerkingen van de epidemiologen bekijken, zien wij dat het aantal besmettingen dagelijks toeneemt. Hiermee neemt ook de druk op onze zorgcapaciteit toe. Door de toename van het aantal besmettingen ontstaat een schaarste aan locaties om de personen die positief zijn te isoleren. Als deze situatie zich zo blijft ontwikkelen, betekent dit dat mensen in hun thuissituatie geïsoleerd zullen moeten worden. Het risico voor verdere verspreiding van het virus zal hierdoor toenemen. President Santokhi haalt verder aan dat de nieuwe regering Suriname leefbaar wil houden, ondanks de moeilijkheden. Het moet een land worden waar er welvaart en welzijn is voor een ieder. Het staatshoofd heeft dan ook een dringend beroep gedaan op de gemeenschap om in deze periode meer dan ooit in eenheid de crisis tegemoet te gaan. Eenheid in denken en handelen als waarborg voor de gezondheid van de hele natie. Eigen verantwoordelijkheid en sociale controle en verantwoordelijkheid van de regering zijn de drie ingrediënten die nodig zijn. Deze gedeelde verantwoordelijkheid, de groeiende eenheid en het vertrouwen in elkaar moeten ons leiden om COVID-19 het hoofd te bieden. Het is zaak dat we met ons allen het virus moeten indammen door elke mogelijkheid van spreiding tegen te gaan. We gaan dat doen terwijl we ook de ruimte scheppen om langzaam terug te gaan naar normalisering. Immers, we weten dat COVID-19 niet meer zal verdwijnen. We moeten ons daarom weerbaar maken en weten hoe door te gaan met het leven waar COVID-19 ook een deel van uitmaakt. President Chandrika Prasad Santokhi die aangeeft dat er een verschuiving is van de aandacht naar alleen het dragen van een mondkapje. Het gevolg hiervan is dat we vergeten de hygiëne in acht te nemen, aldus Santokhi, die verder benadrukt dat we onze handen moeten blijven wassen en ook onze directe omgeving goed moeten desinfecteren. De COVID-19-maatregelen zijn wederom verscherpt. President Chandrika Prasad Santokhi heeft zaterdagavond aangekondigd dat de avondklok nu geldt van 9 uur 's avonds tot 5 uur in de ochtend. Het verbod op een samenscholing van meer dan 5 personen geldt volgens de president voor het feesten in publieke en private sfeer, in gebedshuizen en overige religieuze bijeenkomsten en bij het overbrengen van condolences bij begrafenissen. De verscherping van de COVID-19-maatregelen is bedoeld om de recente uitbraak de kop in te drukken. De president heeft minimale beperkingen opgelegd aan activiteiten die in de open lucht plaatsvinden, zoals sporten of restaurants met een open terras. De opening van restaurants en andere eetgelegenheden wordt zoveel als mogelijk beperkt tot afvalservice, met uitzondering van restaurants met terrassen en voldoende open ruimte waar men met inachtneming van de algemene maatregelen de fysieke afstand en de hygiëne kan garanderen. 4. Alle sportscholen en centra zijn tot nader orde gesloten. Ook contactsporten zijn niet toegestaan.
Alle sportactiviteiten die in de buitenlucht plaatsvinden, mogen uiteraard plaatsvinden, gezien de buitenlucht bijdraagt tot de versterking van de gezondheid. Onverkort blijf van kracht dat contactsporten niet zijn toegestaan. 5. Alle besloten faciliteiten, zoals casino's, gok- en vermakelijkheidsgelegenheden, bars, clubs, dansings en bordelen zijn gesloten. 6. Contactberoepen, zoals kapsalons, barbershops en binnen de fysiotherapie, mogen wel operationeel zijn onder de voorwaarde dat er voldoende ventilatie aanwezig is in de werkruimten en de algemeen COVID-maatregelen worden nageleefd. Verder haalde de president aan dat de markten vooralsnog open blijven. Santokki benadrukt dat dit volgens de stringente COVID-maatregelen moet. Ook zegt hij dat de mogelijkheden voor drive-through markten bekeken worden. Het onderwijsproces voor de examenklassen op alle niveaus blijft gehandhaafd met inachtneming van de door het ministerie ontwikkelde COVID-19 preventieprotocollen. 9. De operatie Dringdresi Waktisiki gaat onverkort verder. De minister van Buitenlandse Zaken zal nadere gesprekken voeren met de buurlanden over de wijze van samenwerking bij de grenzen. 10. De overheid en het bedrijfsleven blijven indachtig de bevordering van productie en ontwikkeling normaal hun diensten leveren. Dit met inachtneming van de COVID-19-protocollen. 11. Essentiële diensten die tijdens het uitgaansverbod productie moeten leveren, kunnen daarvoor dispensatie aanvragen. Ook bij de levering van die diensten moeten de COVID-19-maatregelen in acht worden genomen. Dat was president Chandrika Prasad Santokki. Afgelopen zaterdag kondigde hij enkele verscherpte COVID-19-maatregelen aan. De president zegt dat het dragen van een mond-neusbedekking, het houden van een fysieke afstand van 1,5 meter en het regelmatig desinfecteren van de handen nog steeds de verplichte maatregelen zijn. Het hoofdkantoor van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport is deze week gesloten. Dit besloot minister Gracia Emmanuel naar aanleiding van 2 bevestigde COVID-19 gevallen op het hoofdkantoor aan de Roosevelt-kade. Het kantoorgebouw is hierdoor van 27 tot en met 31 juli niet toegankelijk voor medewerkers en bezoekers. Het ministerie zegt in het persbericht dat deze periode gebruikt zal worden om alle ruimtes volledig te reinigen en te ontsmetten. De personen waarmee de besmette werknemers in contact zijn gekomen, worden ook getraceerd. De beslissing, welke is genomen door de bewindsvrouw, is op advies van haar collega-minister van Volksgezondheid, Amr Ramadien, en het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg. Het hoofdkantoor van RO zal gedurende deze periode alleen voor urgente gevallen toegankelijk zijn, met inachtneming van de COVID-19-maatregelen. De COVID-19-website van de overheid is weer aangepast. Het aantal besmettingen per district is voortaan ook te zien op de website. Daarnaast is er een overzicht dat de nieuwe gevallen die binnen 24 uur gemeld worden aangeeft. Het overzicht laat ook zien hoeveel mensen binnen diezelfde periode genezen zijn verklaard. Ook is er een landkaart waarop te zien is in welke gebieden het virus voorkomt.
Verder zijn er twee grafieken op de COVID-19-website die een beeld van de actieve gevallen vanaf 30 juli weergeven, als ook de mensen die vanaf die periode genezen zijn van het virus. Eerder deelde de minister van Volksgezondheid, Omar Ramadien, mee dat de website slechts één keer per dag bijgewerkt zal worden en wel om 8 uur 's avonds. Een deel van de cijfers dat gisteravond is bijgewerkt is nu dus achterhaald. Op de website staat de teller van overleden personen op 23. Echter heeft een bejaarde vrouw gisteravond het leven gelaten in het regionaal ziekenhuis Wanica. Ook blijkt dat er gisteravond na 8 uur meer besmettingen zijn geconstateerd. De teller zal later vanavond dus wederom naar boven bijgesteld worden. De Surinaamse Luchtvaartautoriteit, Civil Aviation and Safety Authority Suriname, CASAS, wordt door zowel de directie als het personeel van de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij, de SLM, gezien als een obstakel bij het certificeringsproces van de nieuwe Boeing 777. Het toestel kwam in december 2019 aan in Suriname. In eerste instantie zou het certificeringsproces eind maart af zijn, maar dat ging niet door vanwege de COVID-19-pandemie wereldwijd. De tweede streefdatum was de derde week van juli, maar die is ook niet gehaald. Het voortbestaan van de SLM is nu in gevaar, vinden de directie en het personeel van het bedrijf. Vanmorgen zijn ze samen met de bond bij elkaar gekomen om te praten over dit probleem. SLM-directeur Rajesh Rajkumar sprak het personeel toe. Het initiatief vind ik prima. Ik ben heel open en transparant. Iedereen moet weten hoe de certificering loopt en waar we nu op dit moment staan. Op dit moment staan we het volgende, dat wij afgelopen donderdag en vrijdag hebben de tabletop met succes afgerond. Vrijdagavond was gepland de evacuation demo. Die is afgeblazen door CASAS vanwege, en vrij op een kort tijdstip natuurlijk ook, vanwege ziekte van bepaalde inspecteurs natuurlijk bij CASAS. Wij waren ready om het te doen. En dat geeft je wel een beetje een teleurstelling natuurlijk, want je bent nu iemand bezig om het af te ronden, rond dat ding gewoon af. Vice-president Operations Stephen Gunesh vertelt dat het bedrijf al een jaar bezig is met het certificeringsproces. Het is van belang dat er nu een einde komt aan de bureaucratie. Zoals ik al zei, zijn we in juli 2019 gestart met het accelerated ETOPS project en certificering voor de B777. Dat zou pakweg 3 tot 6 maanden in beslag moeten nemen als het allemaal vlot zou verlopen. In de periode na juli starten natuurlijk ook bij CASAS het een en ander. CASAS en de SLM die hebben beide ook, natuurlijk CASAS ook andere autoriteiten, maar voor CASAS en de SLM was afgesproken dat wij Boeing, de fabrikant van het vliegtuig, ons beide zouden laten assisteren bij het certificeringsproject en traject. Daar het ook voor de SLM, maar ook voor CASAS de eerste keer was dat wij een ETOPS certificering zouden doen. Het traject startte dus bij CASAS dat zij ook hun eigen mensen moesten trainen op dit type. Dat heeft dan ook in juli, augustus plaatsgevonden. Echter in hetzelfde moment startte ook de SLM met het reviseren, aanpassen van de documentatie, de manuals, de handboeken die wij nodig hebben om ons personeel verder ook te kunnen trainen en om de operatie te kunnen dragen. Dit proces, natuurlijk als er een deel van de inspecteurs van CASAS weg is, ja, dan loop je wat vertraging op. Dat hebben wij ook mogen merken, dat zaken toch wel niet zo vlot gingen. Maar anderzijds liepen wij ook weer tegen wat zaken op. En het heeft te maken met de regelgeving zelf, onze CAS-regelgeving, die ook vrij beperkt is. Er is weinig guidance, ook naar de inspecteurs toe.
En dat was vice-president Operations van de SLM, Stephen Gunesh, vandaag bij de bijeenkomst van directie, bond en personeel. Het voortbestaan van de luchtvaartmaatschappij loopt gevaar vanwege stagnatie in het certificeringsproces van de nieuwe SLM Boeing 777.